eerste maanden van dit jaar was veel. Zelfmoord gepleegd te worden, dus met een spijkerpistool, onaanleidbare ongelukjes en zo. Dus dat is heel erg vervelend voor de nabestaanden. Ik heb hier geen woord voor. Dat wie het even weet. We hebben wel een doos sigaren teruggekregen. Een sigaren uit de doos, ja. Een sigaren uit de doos. Gaat er nog iemand naar Tanzania? Nou. We zijn nu even een beetje een indruk voor de mensen die... Zijn hier nog vragen? Met het eerste deel van de presentatie, waarom ook heel veel mensen hier zijn. Hoeveel mensen zijn hier zelfstandig ondernemer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precies. Dat is ook zelfstandig ondernemer, hè? Ja, precies. Belastingdienst, Andy, dat maakt het wel leuker. Nou, de man die hier zit, kan even staan. Dat is Pascal Bolleman. Ik denk ook wel even applaus. Dus Pascal Bolleman die heeft op een gegeven moment op Facebook aangegeven, blijf maar lekker staan, jongen. Ja, mag zo. Weet je wel? Ja. Ik wacht even te... Hij was een beetje nerveus, dus ik schrijf de spilling wat kleiner voor je. Dus Pascal die kwam op Facebook in ieder geval met de lumineuze mededeling dat de Belastingdienst een ambi is. Dat is interessant. Dus ik had gewoon zoiets van, hé, laten we dat eens even een beetje verder gaan uitdiepen. Dus Pascal die ga ik nu even het woord geven en ik vul het in ieder geval ook weer aan met mijn ervaringen. Dus Pascal, jongen, hier ga je. Ja, dankjewel. Dank je, Freek. Ja, wat ik dus ontdekt heb, de Belastingdienst is een ambi. En ja, wat is een ambi? Kan die ietsje zwaarder aan, ja? Ah ja, dat is verwezen. Iets dichter bij de mond houden. Iets dichter bij de mond houden, oké. Okay. In de mond. Wel, Freek, doe maar wat. Nou, een ambi is een algemeen nutbeoogde instelling. En jullie kennen vast en zeker de goede doelen die, waarvan de giften aftrekbaar zijn van de belasting. Kennen jullie ook vast wel. Maar ook alle overheden, gemeenten, provincie, waterschappen en de centrale overheid hebben een ambi-status. En met die status kun je dus een heleboel leuke dingen doen. Vooral de giften aan deze instellingen aftrekken van je eigen inkomstenbelasting. Ja, wat kan ik daar nog meer van vertellen, Freek? Hoeveel blijft er van uw euro over? Ja, dat is, ik denk, voor iedereen verschillend. Maar we hebben dus een regeling van 10% die je kunt aftrekken. Ja, die 10% gaat over het verdiende inkomen waarbij je dus op dat moment belasting over doet. Dus we hebben net belasting van 2013 ingevuld, afgelopen maand. Ja, tenminste ik wel. Weet ik weinig op, maar oké, okay, dus dat is mijn zaak. Daar ga je dus voor 2013, heb je de cijfers van 2012 nodig. Toch? Ja. Ja. Zal je helpen? Zoals je hier hier ziet, de Belastingdienst niet je beste vriend. Zeer torenhoge aanslagen. Over het algemeen blijft er van de euro die je verdient, waar je dus heel hard werk voor doet, ongeveer 30 cent over.
30 cent. En het is in ieder geval betalen, sparen, nog meer betalen, betalen, betalen. Je spaart en dan mag je weer betalen, dus je wil gewoon met rust gelaten worden. Nou, daarnaast heb je in ieder geval de enorme fraudes bij de overheid die 1 miljard verdwijnen. Rotterdam 900 miljoen euro, Den Haag 324 miljoen euro, Utrecht 350 miljoen euro en Eindhoven de beste 240 miljoen euro. Wie zal dat betalen? Ze hebben aangifte gedaan bij justitie, je legt gewoon aangifte naast meneer. Ik heb dit gewoon, dit is echt gewoon een copy-paste. Niet zeuren, betalen. Melkkoe. Nou, en wie betaalt, bepaalt. Lekker pup. De banken krijgen in ieder geval staatssteun, hoge bonussen. Het ene schandaal op het andere. Creëren van geld, komt betaald, komt terug. Rente al heffen over gecreëerd geld en wij merken er niets van. Wat gaan we eraan doen? Nou, doet maar Pascal dus. Met zijn mooie ideeën. Kunnen jullie dit lezen? Nou, er staat in ieder geval een beetje redelijk goed verstopt dat in het oranje kader staat op, let op, de staat, gemeente, provincies en waterschappen zijn altijd een ambi. Deze instellingen worden niet door de Belastingdienst aangewezen en kunt u dus ook niet vinden met het programma ambi opzoeken. Makkelijker kunnen we niet maken. Dus zoals jullie ook weten met het Libor-schandaal van de Rabobank, dat ze dus in ieder geval die boete van 775 miljoen wilden aftrekken. Fiscaal gelukkig hebben ze de keutel ingetrokken. Maar uiteindelijk wordt dat in ieder geval toch weer op jullie melke koe neergelegd. Dus dat is heel erg vervelend. Nou, de wegenbelasting is dan aftrekbaar. Openbaarzaakbelasting aftrekbaar. Energie- en waterschapsbelasting aftrekbaar. Boetes aftrekbaar. Dus voor de mensen die bijvoorbeeld iets te snel rijden met geflitst, hoeven ze niet te betalen die bekeuringen. Want ze zijn automatisch gegenereerd, moet zo'n bouwpoppetje aan te pas komen en dan pas mag je dus, moet je hem dus betalen. Maar voor de rest, de boetes van vorige jaren, die kun je gewoon aftrekken. Loonheffingen en betaalde omzetbelasting. Ondernemers. Dat is leuk. Dus eigenlijk alles wat je aan het rijk betaalt is aftrekbaar. Ik heb de afgelopen paar weken heb ik voldoende mensen daarmee geholpen met in ieder geval ook de belastingaangifte. Hebben jullie vragen of wat dan ook, ik ben gewoon hier voor jullie. Dus jullie kunnen me altijd vinden. En ik help gewoon jullie mee om in ieder geval de belastingteruggave te helpen invullen. Voor de mensen die al dit jaar de belastingaangifte hebben gedaan, je kunt bezwaar maken. En dan kun je hem gewoon weer overnieuw invullen. Dus voor de mensen die dus ook in de loondienst werken, hoeveel mensen werken in de loondienst? Oké, genoeg. Dus ook voor jullie geldt dat dit toch een zeer winstgevend uurtje kan worden voor jullie. Dus zoals je bijvoorbeeld hier ziet op het scherm, daar heb je op het doorloop je eigenlijk het hele principe eigenlijk. Dus je hebt dus gewoon huis, je inkomen, je zorgverzekeringen, alles wat je gewoon opgeeft. Op een gegeven moment kom je bij het programma, heeft u giften gedaan? Nou, dan vul je dus ja in. En dan heb je dus de vraag, heb je periodieke giften gedaan of heb je gewone giften gedaan? En je boekt het dus altijd onder gewone giften. Nou, dan vervolgens vul je dus van dat jaar in alles wat je dus hebt betaald aan loonbelasting, aan omzetbelasting, dus alles wat we net hebben opgenoemd, dus ook die loonheffing en dergelijke. Dat is gewoon zeer uniek. Ik heb in ieder geval van iemand die heeft al bijna een verdubbeling teruggekregen, of een verdubbeling wat hij gaat terugkrijgen van wat hij dus eerst mee moet terug te krijgen. Er is ook iemand die kreeg normaal iets van, laat zeggen, ongeveer 400, 450 euro terug. En die heb ik nu, even kijken, 3670 kwam op 1 jaar. Dus als je dus dat gaat narekenen op de afgelopen 5 jaar, en doet het elk jaar zo, dan tel maar even uit. Dat is wel een leuke bezigheid, hè Pascal? Zeker weten. Maar klopt het ook? Het klopt. Had ik het wel in nagezocht op internet, al daar maar 1 keer per jaar. Nou, we zullen even trouwens even
even iets even doen, want het is omdat het namelijk ook wordt opgenomen op livestreams. Merk ik heel vaak als ik kijk dat ik de vraagstelling niet goed kan horen. Dus ik geef het microfoon even aan jou, Raymond. Dan kun je het even stellen. Ja, mijn vraag is ook of we kunnen nu stellen of dat correct is. Want wat ik uit het internet haal is, geeft die minimaal 3 keer per jaar de antwoord. En een loonbelasting is meer dan 1 keer per jaar. Valt onder periodieke richten. Een periodieke richten moet je testamentair vastleggen. Tot en met 2013. En vanaf 2014 via de maandschap. Dankjewel voor je vraag. Heb je daar een antwoord op, Pascal? Volgens mij hoeft het niet vastgelegd te worden. In elk geval vanaf dit jaar ook periodieke giften, dus niet meer notarieel vastgelegd te worden. En loonbelasting is volgens mij al vastgelegd. Het staat op de loonstrook wat je betaalt. Dus dat is in mijn ogen gewoon vastgelegd al. Maar om het helemaal zeker te weten, zal ik dat mooi even moeten nakijken, denk ik. Daarnaast is het ook wel zo dat natuurlijk je belastingaangifte, op jouw punt wel zeker punt. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook op het moment als jij jouw belastingaangifte invult, dan heb je dus met je jaaropgave te maken. En daar staat dus het totale bedrag op. Dus, en dat ligt net aan de interpretatie daarvan. Maar het is in ieder geval wel zo dat de Belastingdienst die kent, sowieso wel uit. De Belastingdienst het is eigenlijk gewoon, je moet eigenlijk zo zien, de Belastingdienst is eigenlijk als een hand van de ene in de vinger, niet weet wat van de andere doet. Kijk naar bijvoorbeeld Bulgarenfraude. En met al die Bulgaren, pas na 5 jaar, dan heb je zoiets van, oh ja, wacht even, er ging iets fout volgens mij. Maar het leuke hiervan is, je slaat ze gewoon met de eigen wet en regelgeving onder de oren. Het is gezond als ik denk dat 3 jaar niet meer terugkrijg, dan 4 jaar nog stuk daar. Ze kunnen niet tot 5 jaar terug, kunnen die herzien. Ja, ze kunnen tot 5 jaar terug herzien. Dus laat zo zeggen dat in ieder geval het loonheffingen gedeelte wat je dan even tussen aanhalingstekens zet. Maar de rest is gewoon absoluut aftrekbaar. Kun je gewoon opvoeren. Als we terugvragen, vragen ze dan aan de mens terug of aan de rechtspersoon? Dus? Dat vragen ze dus aan de rechtspersoon terug. Oh! Dus de vraag was of de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of de mens werd er betaald. Maar het blijft eigenaar van de staat. Zijn er nog andere vragen? Als de belasting nou doorkrijgt dat het allemaal zo makkelijk gaat, omdat het een ambi is, kunnen ze dat dan ook niet, kunnen ze dat ook niet veranderen dan als ze denken van, oh, ze hebben het lek gevonden? Dan gaan we het eens anders oplossen, zodat we dat niet meer hoeven te doen, dat we allemaal dat terug betalen? Nou, dat is een hele goede vraag, mevrouw Poot. Pascal, die mag me bijvallen als hij denkt dat ik fout ga, maar deze status, ambi-status, dat hebben ze gewoon wettelijk zo geregeld. Dus op het moment, ik denk, als ze het gaan terugdraaien, dat het toch wel een aantal jaren overheen gaat, denk ik. Er zal het zeker een aantal jaren overheen gaan. En bovendien, hoe zit het dan met de goede doelen? Daar is deze status voor bedoeld. Dat zal dan ook gigantisch op de schok gaan, als ze het willen veranderen. Dus ik denk dat het zo'n vaart echt niet zal lopen. Ja, dat denk ik ook niet. Nee, precies. Ja, dus bij de banken die maken daar dus ook gebruik van. Als ze dus boetes hebben of dergelijke, dan hebben ze ook zoiets van, dat voelen we gewoon op. Die boetes die kunnen dus vanaf volgend jaar niet meer worden afgetrokken, als je goed het nieuws hebt gezien. Zijn boetes vanaf de komende periode niet meer aftrekbaar. Tenminste, boetes naar het buitenland niet. Dat is een nieuwe wet die nu volgens mij door de Eerste Kamer is geloosd. Oké, dan zijn boetes van het buitenland? Ja, van het buitenland, sowieso. Dat zijn ook de meeste boetes toch?
Libor is een buitenland. Ja. Nog andere vragen? Ik wil in ieder geval even een applaus hebben voor Pascal. Dan is de beurt van Bea. Applaus voor Bea, mensen. Kom. Maar Bea kan het gewoon een keer overnemen. Nou, goedenavond allemaal. Ik wou jullie wederom iets vertellen over de soevereine mens. En ik heb de presentatie een klein beetje ingekort, want ik wil er hier even lang over praten, want ik zie dat hier al best wel wat soevereine mensen binnen zitten. Dus ik vind het al leuk om daar even nog een paar dingen die jullie graag willen weten, om daar even vragen over te stellen en te beantwoorden. In kort, de betekenis van een soeverein, mensen zoals ik daar zie. Want iedereen heeft zijn eigen zienswijze erover. Maar zoals ik het zie, heb ik het in de PowerPoint gewerkt. Dit betekent de hoogste macht of gezag. En vroeger was een soeverein bijvoorbeeld de paus of de koning. Dat wil dus zeggen, niemand heeft autoriteit over mij. Dus niemand wil dat ook zeggen. Geen koning, geen buurman, geen buurvrouw. En zelfs je partner, je kinderen niet. Niemand heeft autoriteit over je. Je bepaalt zelf wat goed is voor je en wat niet goed is voor je. En als het toch niet zo goed is voor je, kom je daar zelf wel achter. Zo simpel is het. Je kiest je eigen problemen uit, eigenlijk. Het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om je zak uit te oefenen binnen die grenzen. Het zelfbeschikkingsrecht. Dat is een hele belangrijke tegenwoordig. Zelfbeschikking is voor iedereen iets anders. Voor mij is zelfbeschikking heel iets anders voor die mevrouw, voor die meneer of voor die. Voor mij is het zelfbeschikkingsrecht het recht om te leven, maar ook het recht om te sterven. Het recht om te leven hoe ik wil leven en waarvan ik wil leven, maar ook het recht om te sterven en hoe ik wil sterven en wanneer ik wil sterven. Is voor iedereen anders, maar denk er eens een keer over na, zou ik zeggen. Dit betekent dat een ander mens niet het recht heeft om te bemoeien met jouw leefwijze, zolang je de ander niet schaadt. En dat zij zich onthoudt van agressie tegen soevereinen. Dat lukt nog niet altijd met de dienders, die snappen dat nog niet helemaal. Ik heb altijd gezegd, mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint. En ik wil dat zonder geweld. Ik heb van mijn eigen huis heb ik een wasstraat gemaakt in plaats van een wasstraat. Dus ik heb mijn eigen straatje. Heb ik daar papier over aangevraagd? Nee, ik heb gewoon het recht om daar te wonen. Omdat ieder mens heeft recht op een hectare grond, waar dat hij zijn gezin kan opbouwen, waar dat hij grond heeft om zijn eigen voedsel te verbouwen. En eigenlijk hebben we dan ook nog recht op schone lucht, op schoon drinkwater, krijg ik nog niet helemaal, maar we doen ons uiterste best. Maar op het moment dat jij er recht op hebt, en je weet dat je er recht op hebt, dan laat jij je zomaar niet meer van je land afscheuren. Dus op het moment dat er nu dienders bij mij aan de deur komen, gaan ze gewoon gearresteerd worden. En waarom? Ik heb mijn burgerrecht en mijn burgerplicht, dat wanneer ik opgelicht word door een deurwaarder of weet ik veel wie, om dat aan te geven bij de politie. En dan is het mijn plicht om de politie erbij te halen en die man te arresteren. Want wie haalt het in zijn hoofd om mij van mijn spullen te komen beroven? Diefstal is diefstal, of dat je nou een deurwaarder bent of niet. Je blijft met je takken van mijn spullen af. Punt. Bea, maar stel iemand zou geweld tegen je. Nou, ik moet in ieder geval met mezelf misschien krijgen, van dat je jezelf inderdaad zegt van ja, schaad een ander niet, want jij wil natuurlijk niet dat jou iets gebeurt wat je een ander ook niet zou willen doen. Maar stel, iemand zou geweld tegen jou gebruiken, wat zou je dan doen? Nou, dat is heel simpel.
of als iemand geweld tegen mij gebruikt, krijg ik 7 keer zo hard terug. Dat is de universele wet. Dus als iemand geweld tegen mij gebruikt, pas dan op en krijg ik 7 keer zo hard terug. Gaat het niet linksom, gaat het rechtsom. Maar dan bedoel ik meer, wat doe je dan zelf? Oké, mezelf verdedigen. Ik heb het recht mezelf te verdedigen. En als iemand met een hokbalknuppel op mij afkomt, ga ik niet zeggen, kom hier, ik krijg de knuffel. Ik weet zelf ook wel dat dat niet gaat werken. Nee, dan pak ik ook een hokbalknuppel of iets dergers. En dan probeer ik daarmee van de pad af te krijgen. Maar mijn insteek zal altijd zijn liefde, zal altijd zijn de dialoog aangaan. Lukt het niet met de dialoog en ik word aangevallen, heb ik het recht om mezelf te beschermen. Van de week even een kleine anekdote tussendoor. Kom ik in mijn woonplaats gereden en zie ik een hele grote tank van het ministerie van Defensie bij de basisschool staan. Daar kon ik even niet laten, ik moest even uit mijn auto springen en ik moest daar even op beeld gaan zetten. Want er hadden ze jongetjes van 17 jaar hadden ze gerekruteerd om daar neer te gaan, op naar te gaan staan en te promoten hoe goed Defensie wel niet was. Toen heb ik hem alleen de vraag gesteld van, wat gaan jullie doen op missie? Wij gaan vrede brengen, mevrouw. Ik zeg, doe je dat met een geweer? Ja, want als ze ons met veel geweld aanvallen, dan kunnen we alleen maar winnen met nog meer geweld. Nou, vrede ga je niet brengen met geweld. Dus toen nam ik het voorbeeld bij hem. Oké, dus als iemand mij komt aanvallen, dus beroven, dan zou het beste zijn als ik die meteen een pistool op zijn kop zet, want dan is het opgelost. Ik zeg, dan ben ik voor wapens voor iedereen. Want dan is het probleem zo opgelost, toch? Maar is dat een oplossing? Ik denk het toch van niet. Dat was hij toch wel een mens, gelukkig. Even kijken. Als je erkent dat iemand soeverein is, dan zeg je daarmee dat iemand geen hogere macht boven zich heeft. Dat wil dus ook zeggen dat je je eigen verantwoording draagt. Want als je zegt van niemand, ik neem geen orders meer van anderen aan, dat wil dus zeggen dat je verantwoordelijk bent voor alles wat je zelf doet, wat je zelf zegt en elke vergissing die je begaat. Dus soeverein zijn is helemaal niet zo makkelijk als dat we allemaal denken. Want het brengt ook heel veel verantwoordelijkheden. Freek. Ik was er al. Geweldig. Je doet het kijken. Geboorteakte. Oké, we hebben het dan wel gehoord. Geboorteakte is het eerste documentje wat van je gemaakt wordt op het moment dat je geboren wordt. Je vader gaat waarschijnlijk netjes naar het gemeentehuis en er wordt een geboorteakte van je gemaakt. En dat wil ze eigenlijk zeggen van, je moeder heeft een lading meegenomen, we hebben een lading gevonden, maak er eventjes een entiteit van. Meer is het niet. En dan gaat het mis. Want van die geboorteakte wordt een papiertje gemaakt en dat noemen ze een BSN-nummer. En dan ben je een natuurlijk persoon. Dat ben je natuurlijk niet, sterker nog, je bent er helemaal niet bij aanwezig, maar er wordt gewoon een papier van je gemaakt. Je bent een mens van vlees en bloed en er wordt letterlijk en figuurlijk een masker opgezet. En dan ga je aannemen dat jij dat masker bent. Totdat je het bewustzijn krijgt dat je dat masker ook af kan doen en dat je zelf kan bepalen wanneer jij dat masker weer op wil zetten. Want als ik naar Amerika wil vliegen, dan heb ik dat masker nodig, want anders komt het vliegtuig niet in. Maar ik ben dat masker niet. Nou, dat masker heet de burger. Die heeft allerlei verplichtingen. Belasting betalen en zo. En belachelijke boetes. En terwijl je zelf nergens schuldig aan bent. Maar een mens heeft hele andere waarden. Een mens heeft juist gedrag. En waarheid. En dat zijn volgens mij echte waarheden. Menswaardige waardes. Dat heeft niks met belastingdienst te maken. Ik had hier een vraagje over, hè? Een vriend van mij, die heeft een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Hij is hier wel in Nederland aangegeven bij de gemeente, maar hij heeft eigenlijk een Duits paspoort en hij wil soeverein worden. Hij had die vader gesteld en hij zou niet soeverein kunnen worden, maar hij betaalt dus wel belasting hier in Nederland. Dus hij kan toch ook gewoon zijn geboorteakte opvragen en de procedure staat, ook al is hij eigenlijk Duitser. Oké, voor soevereiniteit gelden geen grenzen. We zijn allemaal aardbewoners. Om de procedure van ik neem mijn naam te volgen, moet je bepaalde stappen gaan volgen.
Ten eerste is het een heel bewustwordingsproces van hoe zit dat nou precies in elkaar met natuurlijke personen en mensen en de masker en welke wet kunnen we daar aanwenden. Maar de stappen zijn over de hele wereld hetzelfde. En of dat je nou in Moskou bent geboren of in Berlijn of in Nederland, dat maakt niet uit. Je moet je geboorteakte hebben waar je aangegeven bent, dus waar je daadwerkelijk geboren bent. Dus als je nou in een ziekenhuis bent geboren, dus niet in je eigen dorp maar in een ziekenhuis, moet je daar je geboorteakte gaan halen. Want dat is je eerste document. Vanuit daar wordt dat BSN-nummer gecreëerd. Dus ja, en soeverein worden, je kan niet soeverein worden, want iedereen is als soeverein geboren. Alleen, het is ons altijd anders aangeleerd. We hebben een ander programma op ons gehad en daarmee denken we dat alles en iedereen autoriteit over ons heeft en dat we zelf niks meer mogen beslissen. Nou, je gaat het eigenlijk weer terugclaimen, dus herkennen wie je werkelijk bent. Als mens. En daarmee laat je de burger eigenlijk los. Dus ja, nou, iedereen kan zijn naam claimen, maar iedereen is ook al soeverein. Is de vraag duidelijk beantwoord? Ja. Ja. Waarom vragen ze je ID? Dat is een hele leuke. Omdat de mens geen persoon is. En ze vragen natuurlijk al netjes, mag ik je ID zien? Nou, en waar is ons antwoord eigenlijk altijd standaard? Ja. En daarmee maak je je dus eigendom van de Staten Nederlanden. En mogen ze dus alles met je doen wat hun leuk vinden. Dus heb je ook niks meer te piepen. Op het moment dat je niet identificeert met dat masker, want daar vragen ze naar van, mogen wij een papiertje zien dat jij dat masker bent? Dan kunnen ze dus ook niks, want dan gelden de mensenrechten op jou. En dan hebben ze je als mens te behandelen. Doen ze dat? Nee, dat doen ze natuurlijk niet, want die zijn er ook nog niet gewend. Dan zijn ze nu pas aan het leren. Dus iedere keer als we opgepakt worden, dan zien we dat als een zegen en niet als iets heel vervelends. Want dan krijgen we weer de kans om een paar dieners van dit concept in ieder geval bewust te maken. Is het leuk? Nee. We gaan liever een presentatie geven bij de politie. Maar ja, zolang ze ons niet uitnodigen of ons niet daar willen hebben, ja, dan zullen we het zo op moeten lossen. Dus iedere keer als ze ons oppakken, is het voor ons een kans om hun bewust te maken van, luister, wij zijn dat masker niet meer. Wij zijn mensen en we willen graag als mensen behandeld worden. Het is wel een hele belangrijke, want het is heel erg moeilijk om je niet te identificeren met je natuurlijke persoon. Want op het moment dat je het niet doet, komt er geweld aan te pas. We hebben al gezien uit ervaringen dat ze zelfs wat mensen uit auto's trekken die geen ID laten zien. Dan is de volgende stap bij je, op het moment dat jij jouw ID niet wil laten zien of jij hebt het niet eens bij, van word ik ergens van beschuldigd? Heb ik een strafbaar feit gepleegd? Want op het moment dat jij 2 kilometer te hard rijdt of je gordeltje niet aan hebt, heb je geen strafbaar feit gepleegd. Je hebt misschien een regel overtreden, maar dat is nog geen strafbaar feit. En dan stel je ze commercieel aansprakelijk. Krijg je dat uitbetaald? Waarschijnlijk niet. Maar er gaan wel mensen aan denken. En dan heb je dus weer bereikt waar je dat wil bereiken, want er zijn misschien er 1 of 2 mensen wakker geworden. We zijn in een bewustwordingsproces. We zijn er nog niet. Maar we doen wel ons uiterste best. En als je in gaat zien dat jij die natuurlijke persoon niet bent, en dat jij daar ook niet mee hoeft te identificeren, want ze kunnen je niks verplichten. Je bent aan niemand iets verplicht als alleen aan jezelf. Dat je goed bent voor jezelf en goed bent voor een ander. En als iemand met een pet aan jouw raam komt staan, mag ik jouw ID, mag je ook gewoon zeggen nee. Of heb ik een strafbaar feit gepleegd. En als dat niet zo is, dan is het goedemiddag. Nou, we zijn aan het kijken of gaan we dat op een liefdevolle manier ook voor elkaar krijgen. Het is nu 1 keer gelukt, maar bij heel veel mensen is het nog steeds niet gelukt. Dus, maar we zijn er mee bezig, op verschillende manieren zijn we daar mee bezig. En ze hebben Casper Rutte met pistolen op het hoofd uit de auto gehaald. Hè? In het zuiden hebben ze Casper van de familie Rutte met pistolen op het hoofd uit de auto gehaald. Dus, hoe ver wil je het proberen? Heel ver proberen. En daarom zei ik ook, we hebben hele krachtige tools in handen. Punt 1, wij hebben de kennis van een masker. Wij weten het verschil tussen de mens en de persoon. En als je jezelf wil beschermen, zorg je dat je 24 uur per dag een camera bij je hebt.
dat zijn de tools om het op een liefdevolle manier op te lossen. Want op het moment dat je die agent een camera of een iPhone of een weet ik veel wat op zijn kop zet en je gaat dat gesprek aan, krijg jij een heel ander gesprek. Het is ook je intentie. Wil jij die agent zijn kop eraf hakken door te zeggen, ja maar ik weet dat en ik wil dat en ik weet dat en jullie zijn corrupt, krijg je die lading ook terug. Maar op het moment dat jij dienstbaar wil zijn aan de diender, ik ga jou iets leren, ik ga jou proberen iets uit te leggen, dat ik een andere zienswijze heb dan wat jou altijd geleerd is, heb je kans dat je wel die dialoog aan kan. Maar ja, als een diener een opdracht krijgt van dat en dat kenteken met geweld uit zijn auto scheuren, dan gaan ze gewoon het bevel opvolgen en gaan ze jou gewoon met geweld de auto uitscheuren. Ja, daar kun je voorlopig nog niks aan doen. Het gebeurt. Nou, laat het dan maar overkomen en stel het commercieel aansprakelijk. Want wisten jullie trouwens ook, op het moment dat een diender jullie het ID vraagt, mag je ook de diender eerst een ID vragen. Prima, ik laat mijn ID zien op het moment dat ik jouw ID ook heb gezien. Dan zijn ze daar net zo verplicht als wij. Dan krijg je waarschijnlijk het pasje van de politie te zien. Nou, dat is gewoon niet voldoende, dat is geen geldig ID. Wij moeten ook een geldig ID laten zien, dus zo'n politieman moet ook eerst een geldig ID laten zien. Dan heb je al een interessant en dan laten ze je meestal allemaal rust. Even de juiste vragen in te stellen. Nou, ik heb ook gemerkt dat als je op een gegeven moment dan dus gewoon je rijbewijs laat zien, je laat je rijbewijs zien en je zegt van ja, maar dit ben ik niet, dit is, en dan staan ze al raar te kijken en dan is eigenlijk het beste moment om ze zelf na te laten denken. Even te laten beseffen van, ja, maar hoezo ben jij dit niet? Ja, dit is mijn natuurlijke persoon, dit ben ik niet. Ik ben een mens. En dan is het even stil. En dan, zo krijg je een betere dialoog dan. Nou zeg jij, dat weten ze niet, maar ik ben pas met mijn dochter een keer aangehouden. En dat ik, als zij erbij is, dan wil ik mij dus wel op die manier dus legitimeren, omdat ik dus op dat moment geen zeik wil. Daar kies ik dan even zelf voor. Dus ik heb in mijn auto had ik een politiemap liggen van een aangifte en had ik inderdaad mijn rijbewijs ingeplakt met grote letters erbij van dit is niet mijn ID, dit is staatseigendom, dit is jullie ID, dit is jullie rijbewijs. Ati had nog een betere, want die werd aangehouden en toen vroeg ze van mogen wij een rijbewijs zien? Dus toen vroeg hij aan de man die langs hem zat, Paul geef even jouw rijbewijs, want die meneer wil een rijbewijs zien. Nou, die agenten konden zelf ook wel op lachen, maar de meesten snappen het al wel. Ik had een hele jonge agent en dat verbaasde mij ook enigszins, maar die wist het. Want die zei ook van ja, stel met kenteken. Hij zegt die auto, ja, die is eigenlijk ook van de staat. Hij zegt, maar ja, we weten het, zegt hij, rij maar door. Dus ik had mazzel die dag. Maar ze weten het wel. Ga er niet vanuit dat ze het niet weten. En anders behandelen ze gewoon als een kleuter en dan vertellen ze gewoon nog een keer. Dan zijn ze gewoon een beetje hard eerst. Ja, kijk, ik weet niet of sommige mensen ook mijn filmpje hebben gezien die ik had geplaatst op Facebook en op YouTube. Dat in ieder geval Taro en ik werden staande gehouden, want aanhouden moet je dus mee naar het bureau. Klein verschil. Maar wij werden dus inderdaad ook staande gehouden door een senior agent en een jong broekie. Die was iets van, god, wat is dit? En nu rijdt met een vals kenteken en wat is dit? Nou, oké, ze wisten het niet. En ik heb gewoon gezegd, maar ik wil jullie helpen. En ik zal jullie ook helpen, want ik zie dat u het niet weet en dat u het niet begrijpt. Dus ik zal het uitleggen. Dus, en dan merk je ook gewoon op het moment als je zelf de rust bewaart. En dat je gewoon kalm bent en gewoon, ja, als het de hand reikt eigenlijk. Ja, dan heb je gewoon een goed gesprek. En op het moment, want ik heb die scène ook gehoord wat Roger net zei. Ja, dat ging eigenlijk van redelijk wat heftig. Het is ook de toon die je zet. En de toon die je als eerste zet naar de agent, dat bepaalt de sfeer. En dat bepaalt ook de reactie. Ik heb er net eens over opgezocht. De Rose van Leary. Ik weet niet of iemand dat kent. Het is wellicht handig om het op te zoeken op internet. De Rose van Leary. L-E-A-R, Griekse I. Dat is een soort actie-reactie. En weergave. Zoek het maar eens op. En als we wellicht wat meer psychologie toepassen, dan kun je ook meer bereiken. Dank je. Dus, in Engeland noemt dat wel slavery by consistent. Dat was dat laatste. Dus op het moment dat jij je identificeert
maak je van jezelf een slaaf en mogen ze dus met jou doen wat hun willen. Loop dan niet te piepen, want ja, dat heb je zelf gedaan. Als je daar bewust van bent, ga je er hopelijk ook in het vervolg anders mee om. Want je bent allemaal al een vrij mens. En de ene doet dat met de OPPT en de andere wordt bewust met ik claim mijn naam. Maar eigenlijk zijn we allemaal al vrij. Oké, alle dieners, dat is wel een grappig stukje eigenlijk, want die studeren ook nog een bepaalde wet. En dat gaan we nu gebruiken eigenlijk, want die hebben trouw gezworen aan de koning, de grondwet en aan de wetten van ons land. Ik ga niet al die eten oplezen, want ik zou het sowieso niet zweren. Maar het is ook zo in die volgorde dat ze zweren. Dus eerst aan ons koning. Onze koning, mag ik hem even terug, dan aan de grondwet en dan de wet van ons land. Er is heel veel commotie over of de verdragen zoals het UVRM, het EVRM en het UVBVF, of die nou wel of niet de grond boven de wetten van ons land. Ja, die verdragen die vallen zeker, staan zeker boven de wetten van ons land, staat nog eens goed uitgelegd in de Bill of Human Rights. Dan staan alle drie staties aan de kant, staan ze daar ook in. En nog vindt ons rechtssysteem het niet voldoende. Nu moeten er weer wetsartikelen aan toegevoegd worden. Het is allemaal bullshit, het is allemaal tijdrekkerij. Maar uiteindelijk gaan we daar wel komen. Want je snapt al, mensenrechten gaan altijd boven een wet die een ander mens maakt. En gevoelsmatig hebben we gelijk. Maar we krijgen het nog niet van een systeem waar nog steeds de macht over ons wil hebben. Want dan zouden ze wel denken heel veel slaven kwijt zijn. En dat scheelt ze gewoon te veel inkomsten. Dus gaan we het op een rustige manier doen, zodat mensen daar zelf de keuze hebben van wil je in het systeem blijven, mag dat? Wil je eruit, dan kun je er nu uit. Maar zover zijn we nog niet. De dieners die nog vastzitten in dat systeem, die hebben die wet gezworen. Dus die zullen altijd... als ze een orde krijgen van hoger af, gaan ze dat uitvoeren. Dus als ze een gerechtelijk vonnis krijgen, dan zijn er altijd wel dieners te vinden die daar uit gaan voeren. Maar, in mijn geval, met mijn huis bijvoorbeeld, is het wel menswaardig om iemand uit huis te zetten, omdat diegene niet meer opgericht of beroofd wil worden voor een bank. Nee, menswaardig is het niet. Dus staat een verdrag erboven. Ja, dan staat er heel torenhoog, staat het boven. Maar er zijn altijd dieners die zich aan hun wetten en hun eed houden. En die dus een gezag van hoge hand, in dit geval op de rechter, gewoon nog zullen uitvoeren. Nou, daar hebben dan de jongens van de OPPT en de curtsynotissen voor. Die vliegen daar die kant uit. Want het is niet meer zo dat we ons eigen gaan zetten naar regeltjes die andere mensen voor ons maken. We gaan vanuit ons hart leven. En kijk wat werken goed voelt. En volgens mij voelt het voor niemand goed als je gezin met drie kinderen op straat moet zetten. Volgens mij voelt dat voor niemand goed. Maar ook niet daarover. We hebben nu misschien een stukje gevonden dat dieners daar voor ons gaan strijden. In die zin strijden. Op het moment dat jij een burgerarrest uit wil gaan voeren, dus dat iemand jou komt bestelen, dan geef jij de politie de opdracht van hey, ik word bestolen door een deurwaarder, dus help mij. Die kant die gaan we op en via de OPPT gaan we kijken wat de military order daar nog mee van doen heeft en van kracht is. Maar dan zijn we nog aan het uittesten en ik hoop dat binnenkort de beelden of niet in feite te zien zullen zijn. Ze zweren trouw aan de koning en de koning heeft een hele leuke wet gezworen. Want die heeft gezworen dat hij ons en alle inzittenden van Nederland zou beschermen. Dus dan maakt het niet meer uit of hij nou nog wel bij het clubje hoort of hij je naam al geclaimd hebt en niet bij het clubje hoort. De koning heeft beloofd iedereen die in Nederland is te beschermen. Nou, volgens mij staan we hier op Nederlands grondgebied. Dus op het moment dat mensen mij proberen te beroven of aanvallen, wat dan ook, heeft de koning beloofd dat hij ons zal beschermen. Ja. Nou, daar gaan we op aanspreken. Is dat niet alle ingezetenen van het schip? De, hoe zeg
het stukje van alle ingezetenen. Het slaat niet op alle ingezetenen van het schip, het slavenschip, in plaats van de mensen. Ja, de vacht. De eet van de koning staat volgens mij ook op. Ja, daar heb ik. Nou, die ga ik wel even voorlezen. Ja, ik... leg het doen, hè? Wat zegt u? Leg het doen. Nee, ik lees hem alleen voor en dat wil dus niet zeggen dat ik nu die eet zweer. Vooral niet. Maar hij zweert dus dat hij de onafhankelijkheid en het grondgebied van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat hij de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen. Ik weet niet waar jij de schip vandaan haalt, maar volgens mij... Van zijn koninkrijk. Het koninkrijk is een bedrijf. Volgens mij is het koninkrijk een bedrijf. Tenminste, jij hebt het over de Staten Nederlanden. Dat is een bedrijf. Okay. Maar het koninkrijk is geen bedrijf. Nou, en als koning van zijn sprookje heeft hij dus beloofd aan al zijn onderdaantjes van ik ga iedereen die in mijn koninkrijk leeft en verblijft, ga ik beschermen. Ik kan het niet anders lezen. En dan heeft hij dan God voor nodig om tot uitvoer te kunnen brengen. Dus ik vind deze koningin wat van. Ik vind het echt een tof beer. En dan is het ook nog een soeverein. Dus ik heb hem ook gevraagd om zijn hulp. Omdat zij dienstas, die beginnen mij echt een beetje vervelend te worden. En daar heb ik dus ook gevraagd van, oké, hoe kunnen we dit samen op kunnen lossen? Want ik vind het vervelend dat jouw dienstas niet geïnformeerd zijn over mijn soevereine status. En hij is ook soeverein, dus soevereinen helpen elkaar, want we delen onze talenten. Dus dan ja, vind ik me helemaal als je mij gaat helpen en ik dan hun ga helpen door bij politiebureaus en zo even een presentatie aan te geven van hoe ga je dan wel om met mensen die een soevereine status hebben. Nou, in ieder geval beter als hoe ze het nu doen. Ja. Ik ben sneller dan ik denk, het is echt ongelooflijk. Deze vond ik altijd heel bijzonder, want ik wist in het begin helemaal niet dat de paus, ja, ik heb mij jaren geleden uitgeschreven uit het clubje van de paus. Toen ik hoorde van alle kindermisbruik en zo, ik denk nou, daar wil ik echt niet meer bij horen. En toen kreeg ik in één keer te horen dat de paus de hoogste autoriteit is op aarde. Ik denk nou, niet voor mij, maar hoe zit dat dan? Nou, onder de paus, daar zit Gordon Box heeft het geldsysteem. En onder het geldsysteem vallen de koninkrijken. Dus op het moment dat de koning gekroond werd, moest hij dus ook eerst even bij de paus, even vlug op naar Rome, een kusje op die ring gaan geven, om te zeggen van jij bent mijn hoogste autoriteit. Dat was voor mij was echt shocking nieuws, maar tegelijkertijd kwam er heel snel daarachteraan, kwam het motu proprio van die paus. Ik denk, oh, maar nou ben ik geïnteresseerd, want nou heeft de hoogste baas van de wereld heeft iets uitgesproken waar iedereen die dus van dat clubje lid is, zijn eigen aan moet gaan houden. En iedereen die dus een eed hebben gezworen, die moeten zich daar dus aan houden. En dat wil dus zeggen alle rechters, advocaten, dienders, noem ze allemaal maar op. Nou, wat staat er in dat motu proprio? Je kan hem even helemaal nalezen, het zijn niet echt mooie woorden, maar iedereen is eigenlijk verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken, dat geldt met name voor rechters, maar ook voor zijn eigen handelen. En niks maar over. Want elke rechter is niet verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken. Dat wil dus zeggen, als een rechter een uitspraak doet dat iemand zijn huis uit wordt gezet en de bank gelijk geeft, dan is die rechter medeplichtig aan fraude. Want die bank fraudeert. Iedereen heeft daar de bewijzen van. En die rechter spreekt toch uit dat onderhands bond, dat keur ik goed. Dan maak je jezelf dus medeplichtig aan fraude. En onder het motu proprio word je daar dus flink voor bestraft. En als je dan een beetje verder kijkt en kijkt wat de Jezuïeten eed is die ze afleggen. Dus voordat die paus is geworden, heeft hij ook nog een eed bij de Jezuïeten afgelegd. Dat ligt er niet op. En hij heeft het over ophangen en doodmaken en ongeboren kinderen tegen de pot gooien.
Daar word je echt niet vrolijk van. Ik dacht dat het Vaticaan een god van liefde zou prediken. Nou, dat is dus helemaal niet, want het is een god van terror. En je ziet het ook gebeuren. We zijn begonnen met die 16 dode bankiers. En je kan het al een beetje op je vingers natellen. Motu proprio. En ik wil niet naar een samenleving waar bankiers of in ieder geval mensen die een pak van een bankier aantrekken, massaal van een flatgebouw afspringen. Omdat ze het niet meer zien zitten. Ik vind dat niet menswaardig. Wat diegene ook gedaan heeft. Daar kunnen we met z'n allen heel anders en veel beter oplossen. Ja. Ik heb bij het Motu Proprio vaker gelezen dat het gaat over ingezetene bewoners van het Vaticaan. En als ik dat dan denk, dan denk ik van, dan is het dus niet wereldwijd. Als ik verder denk, dan is het Vaticaan het bovenste. En dan geldt het dus wel daadwerkelijk voor de rechters en mensen. Misschien dat er andere mensen zijn die daar ooit de vragen over stellen. Nou, ik heb niet begrepen dat het alleen voor het Vaticaan zal gelden. Sterker nog, ik ben er al achter gekomen dat het helemaal niet alleen voor rechters en voor advocaten geldt, maar het geldt voor ons allemaal. Ik ben er eigenlijk ook al een paar keer mee tegengekomen. Ik ben zelf ook verantwoordelijk voor mijn eigen uitspraken. Ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen daden. En ik hoef ook geen bevel van een ander op te volgen als ik daar zelf niet achter sta. Dus wat die paus heeft gedaan, is eigenlijk een bewustwordingsproces voor iedereen uitgesproken. Meer is het niet. Want als iemand tegen mij zegt van, sla die jongen voor zijn narcist, en ik zeg van, dat weet ik niet, dan doe ik dat niet. En als ik zeg van, nou oké, als jij dat zegt, dan doe ik dat. En hij geeft me een klap terug, moet ik niet piepen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daad. En dus ook voor mijn eigen uitspraak. Het motu proprio. De motu proprio geldt voor de hele Vaticaanse Curia. Dus moet je maar eens opzoeken en dat betekent letterlijk alle landen voor de wereld. Aan de hand van 1302 was het de papal bull, waarin de paus, wie was het, Bonifacius of zoiets, de hele wereld heeft geclaimd. Is dus de hele wereld het Vaticaanse Curia. En ik geloof dat Hilde van de familie Makenje en Marco van Kekem, die hadden een link waarin staat beschreven dat de Nederlandse staat ook erin zit. In de papabool waar ik het over heb, dat is een document waarin de paus Bonifacius destijds alles op aarde heeft geclaimd. Dus alle bezittingen, al het geld, maar ook alle zielen op aarde heeft geclaimd. Dus op het moment dat jij geboren wordt, is er al niks meer voor jou, er is al niks meer te vergeven, alles is voor het Vaticaan. Dus, en dat is ook het hele principe. Sterker nog, dat is de insteek geweest waarom dat mensen hun naam zijn gaan terugkleden. Want het was al gekleed door een paus in het papaboel in weet ik veel welk jaar. En dat zijn ze dus gaan terugkleden. Dus daar komt het inderdaad ook vandaan. Maar het is natuurlijk van de zotte dat één man alles op aarde bezit. Als je geboren wordt, heb je gewoon geboorterechten. Zoals ik straks al zei, in Bill of Human Rights, er staat gewoon in dat je recht hebt op een hectare grond. Je hebt recht op schone lucht, je hebt recht op water. Dat is van niemand. Mensen eigenen zich toe. Zoals de olie in de aarde, die is voor iedereen. En als mensen die uit de aarde halen en daar wat geld voor vragen, dat is prima. Maar mag je daar mensen voor uitmoorden of mensen voor het land afpakken of wat dan ook? Ja, ik vind van niet. Je gaat gewoon netjes met elkaar om. Oké, dan gaan we naar het leuke stukje. Hoe gaan we naar een menswaardig bestaan? Wij zijn heel erg voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. En hij heeft tegenwoordig een olie. Michel die heeft al een olie, al jaren. Alleen willen ze bij het UWV willen ze dat niet veranderen, die naamsverandering. Dus dat blijft dan gewoon een uitkering heten. Maar het is al lang een olie. Want het is een onvoorwaardelijk basisinkomen. Je hoeft niet te solliciteren. Je krijgt je kosten voor onderdak, voor eten en drinken en voor kleding. En wil je meer, dan ga je ervoor werken. Heel simpel, heel makkelijk. En op deze manier zou de crisis morgen voorbij zijn. Even kijken, een basisinkomen zou zaken als huisvesting, voeding en energie moeten dekken. De minimale kosten voor alle essentiële levensbehoeftes. De invoering van een basisinkomen.
zou het werkloosheidsprobleem oplossen en zelfs veel geld besparen voor het elimineren van alle overbodige bureaucratie. Dat zou toch fijn zijn, dat je niet meer 3 dagen in de week kwijt bent met invullen van papieren of nazoeken van wat moet ik daar weer halen. Dat valt allemaal weg. UWV, het kan allemaal weg. Ja, je hebt al nog 1 instelling die zorgt dat iedereen op tijd zijn OBI krijgt. En voor de verderes kunnen alle controlerende instellingen kunnen allemaal weg. Want er kan niet mee gefraudeerd worden, er kan niks mee gedaan worden. Dus hoef je het ook niet te controleren. Ga jij dan maar eens proberen en verdiepen, want het is echt de manier om iedereen vrij te krijgen. Uiteindelijk wil ik er naartoe dat het geld zo niet meer belangrijk vinden dat we het ook niet nodig hebben. Terzelf heel erg voor te ruilen. Ik vind geld vergif. Maar in deze samenleving heb je het gewoon even nodig. Nou, dan moet je ook genoeg krijgen om je eigen netjes in leven te kunnen houden. Even kijken. Hoewel tegenstanders van het basisinkomen op het hart schreeuwen dat het basisinkomen lui zou maken en mensen juist niet meer zouden gaan werken, hebben experimenten met het basisinkomen in Canada, Brazilië reeds aangetoond dat het tegendeel waar is. Nou, ik heb nog een veel beter voorbeeld. Michel Vitaliti, die heeft al jaren de lobby. En die jongen heeft nooit zo hard gewerkt als de afgelopen 2 jaar. Want die heeft bezieling gevonden in wat hij doet. Die maakt filmpjes, die doet van alles. En die gaat echt niet lui op de bank hangen. Want die heeft nou nuttige dingen te doen. Hij kan dingen gaan doen die hij leuk vindt. Dus als je iets met bezieling doet, komt er ook veel meer uit. Op een bank hangen is ook leuk hoor. En er zit ook bezieling bij hoor. En hè? Ja, het is en. Genoeg rust is ook heel belangrijk. Ik ben pas bij het UWV op gesprek moeten komen, omdat ik te weinig had gesolliciteerd. Het was een heel leuk gesprek. En toen zei ze tegen mij op een gegeven moment, ja, zei ze, maar de huisregels zijn. Op het moment dat wij werk voor jou vinden, dan moet je daar gaan doen. En nou, volgens mij is het slavernij. Ik krijg voor jullie geld om te overleven en dan gaan jullie me aan het werk zetten. En dat klopt niet helemaal. Dat is slavernij. Nou, dat vind ik niet, maar de overheid wel. Ja, dat klopt. Ik zeg, wat zou je me laten doen dan? Nou, bijvoorbeeld in de supermarkt of zo. Ja, dat kan, 40 uur in de supermarkt. Zeg maar, als ik die 40 uur nutteloos in de supermarkt ga staan, want daar heb ik helemaal geen bezieling bij, ik zeg, dan kan ik geen zalf maken waar ik heel veel mensen mee kan genezen. Dan kan ik geen e-joint maken waar ik heel veel mensen met longproblemen mee kan genezen. Dan heb ik geen tijd om filmpjes te maken om heel veel mensen bewust te maken. Dus jullie willen nu dat ik al die nuttige activiteiten opgeef om maar nutteloos in de supermarkt te gaan staan. Ja, dat vond ze toen ook niet kunnen. Dus ik heb er nu toen dat afloopt. Het belangrijkste effect van het basisinkomen is dat het rust creëert binnen de samenleving. Wanneer voor iedereen de druk wegvalt van huurschuld, huisuitstellingen, etc., dat maakt de samenleving menswaardiger. Hoe zou het voor jou zijn als je vanaf morgen geen huur, geen hypotheek, geen gas en water hoeft te betalen? Ligt iedereen zijn passiewerking doen? Ja, ik denk het ook. Want er zijn al veel te weinig banen om iedereen aan het werk te houden, daar zijn we ondertussen van achter. Dus dan ga je weer doen wat je leuk vindt. Je gaat een andere helpen omdat je daar de tijd voor hebt. Je gaat weer samen leuke dingen doen. Gewoon omdat je eigenlijk toch niks anders te doen hebt. Je hoeft geen geld te vinden, want dat heb je nog. Maar als jij zegt van, goh, ik wil toch graag naar Amsterdam voor weer op vakantie. Hé, dan is er vast nog wel ergens een baantje te vinden waar je gewoon je geld mee kan verdienen. En dan zeggen mensen, ja, dan wordt het wel een puinhoop hoor. Want wie gaat dan het vuilnis bijvoorbeeld ophalen? Nou, als ik in de gaten krijg dat er niemand meer het vuilnis ophaalt, dan zorg ik er wel voor dat ik ook 1 dag in de week vuilnis op ga halen. Want ik vind het belangrijk dat het vuilnis op tijd wordt opgehaald. Dus daar ben ik bereid dan wel voor inzetten. En zo zul je zien dat elk probleem door de mensen in de samenleving gewoon opgelost wordt. En waarom? Omdat we met z'n allen naar een zorgzame, zorgeloze samenleving willen. Uiteindelijk wil ieder mens gewoon hetzelfde. Alleen, het wordt ons een beetje onmogelijk gemaakt door onze overheid. Zo vind ik het ook leuk als je bijvoorbeeld iemand 1 dag per week, bijvoorbeeld 1 dag per week buschauffeur wil worden. Of treinconducteur.
En nou, we hebben zoveel miljoen mensen in Nederland, dus ik denk wel dat we een systeem kunnen vinden dat we elke dag wel bus en trein rijden. En als dat de bijdrage is voor de samenleving, en elk land zou dat doen, zou dat betekenen dat we de hele wereld eigenlijk gratis rond kunnen reizen. Dus dan heb je eigenlijk niet eens meer geld nodig om de wereld rond te kunnen. Dus daar kun je familie kunnen, je ouders, whatever. Ja, het is heel leuk om er eens op een verjaardag over te discussiëren van hoe zou het voor jou eruit zien op het moment dat iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen zou krijgen. Hoe zou jouw wereld veranderen? En als je daarover na gaat denken, ben je het eigenlijk al aan het creëren. Maar ja, aan de andere kant denk ik, waar komt het basisinkomen vandaan? Het maakt niet uit. Nou kijk. Even kijken, hoe gaan we dat oplossen? Nou, volgens mij ben je een beetje helder ziet. Veel mensen in Nederland ontvangen op dit moment een uitkering en dat aantal stijgt dramatisch. Deze uitkeringen zijn er in vele soorten en maten. Deze worden door diverse overheidsinstanties beheerd, wat extra geld kost aan handhaving, controle, verwerking en andere bureaucratische zaken. Eén organisatie draagt zorg voor het tijdelijk uitkeren van het basisinkomen, omdat iedere Nederlander hier recht op heeft, vervalt ook de noodzaak van controle en valt er dus ook niks meer te handhaven. Dus dat scheelt al heel veel banen, dus dat scheelt ook al heel veel inkomsten. Gaan we verder. Werk Nederland droeg in 2009 169 miljard euro af voor de kosten van sociale uitkeringen. Dus die 169 miljard zonder besparing op bureaucratie mee te nemen in de berekening. Het wordt al snel duidelijk dat de bekostingen van het basisinkomen helemaal niet zo onbetaalbaar is als wordt beweerd. Het zal zelfs een besparing opleveren indien het wordt ingevoerd. Een heel groot misverstand is dat er te weinig geld zou zijn in de wereld. Het is alleen ontzettend oneerlijk verdeeld. Dus ze kunnen ons allemaal makkelijk een basisinkomen geven van 5000 euro per maand. Geen enkel probleem. Maar ja, nu waarom krijg jij een uitkering van 800 per maand, of tenminste als je dan een geluk hebt, om jou maar aan het werk te krijgen. Want je bent een slaaf en een slaaf die niet werkt, daar hebben ze niks aan. Dat is het probleem. Er is geld genoeg op de wereld, dus dat kan ook helemaal, en zeker in ons landje, wij zwemmen bijna in het geld, alleen die banken die wij krijgen, is niet veel te weinig. Ik heb het al een beetje over gehad. Een OBI zal zorgen voor een drastische daling in de criminaliteit. Want als iedereen gewoon heeft wat hij wil hebben, ja, dan hoef je niet meer te stelen. Ben je al tevreden? En als mensen tevreden zijn, dan zakt dus de criminaliteit. En met name in Brazilië was dat heel duidelijk te merken. Zorg voor rust in de samenleving, waardoor er tijd overblijft voor leuke zaken in het leven, waardoor de reductie in stress weer zal zorgen voor minder kosten in de gezondheidszorg. Stress is een van de grote ziektemakers in de maatschappij. Door te veel stress kun je... De gedachte dat stress jou ziek maakt, dat is hetgene wat je ziek maakt. De gedachte dat stress je ziek maakt, dat is hetgene wat je ziek maakt. Dus het klopt niet. Mind over matter. Ja, dat is echt wat als de dokter zegt van het is eigenlijk gewoon normaal, want het is ook normaal. En laten we daar duidelijk over zijn. Stress, depressie, het is normaal. Het is je lichaam dat zegt van, hey, hier klopt iets niet. Word rustig of ga even iets anders doen. Dus het is heel natuurlijk. En als je er naar kan kijken dat het een kostbaar iets is, dus dankjewel dat ik dit zo voel, want het is een waarschuwing, dan hoef je ook geen pillen te hebben om het tegen te gaan. Maar er is ook een verschil of je stress hebt doordat je iets doet wat je niet wil, of dat je stress hebt voor een passie. Ja. Dat zijn twee hele verschillende soorten stress. Dus het is de waarschuwing. Maar als jij bij een dokter komt en die zegt van, jij hebt stress, en dan zullen ze er altijd een beetje op inspelen, want dan kunnen ze inderdaad de medicijnen en zo gaan verkopen. Maar het is uiteindelijk in het mindset. Het is het gewoon proberen, want je hebt de stress misschien wel nodig om juist de bank af te halen. Dus, maar er wordt al gewoon gezegd van, stress, daar word je ziek van, dus word je er ook ziek van. En de dokter zal er altijd zeggen, ja, stress is echt niet goed voor je, je moet het rustig dragen doen. En hier heb je een doosje pillen, dan kun je het rustig dragen doen, want die moet die pillen verkopen. Ik zie dokters, sorry als de dokter in de zaal is, als de moderne drugsdealers. Ze hebben contracten met farmaceutische bedrijven en ze verkopen medicijnen waar ze van weten dat er giftige eendubbels in zitten waar je kanker van krijgt. En dat het verslavend is, dus het zijn gewoon drugsdealers. Legaal.
Mag ik daar een kleine... zoals sommigen weten doe ik een opleiding natuurgeneeskunde en de dame naast me ook. Vandaag hebben wij een rondleiding gehad bij een lerares en onder andere een bioresonantieapparaat is er op ons uitgetest. Ik moet wel zeggen dat stress is een goed natuurlijk iets, alleen als je continue stress hebt, dan zul je zien dat jouw energielevel te hoog peilt, als het ware. En daarmee dat vele organen en functies in het systeem hormonaal, en het gaat allemaal minder functioneren. Logisch. Dus het is goed. Jij niet luistert naar je stress, van hé, mijn lichaam zegt er is iets niet goed, en jij luistert daar niet naar, je gaat maar door, ja en hallo. Er gaan functies uit, er gaan meer lampjes branden in de cockpit. Ja, dus als het stress is, van hé, oh fuck, ik heb stress, shit, wat is er aan de hand, wat kan ik eraan doen? Dan gaat het over. Omdat vandaag toch een beetje een heel speciale dag is, onze Koningsdag, hadden we iets van, we zetten even de drie belangrijkste mensen in Nederland zetten we even tegenover de OBI. Ja, trouwens met UWV ook even de vraag van, alle mensen zijn tegelijk in Nederland. Hoe kan het dan zijn dat Willem-Alexander een uitkering krijgt van 825.000 en die vijf is stuk lager? Ja, belastingvrij, hè? Ja, en dit is alleen nog maar component A. Ik kan in mijn uitkering ook geen component A en B vinden. Maar voor hem wordt er uitzondering gemaakt, maar dat is wel een komen dat het soeverein is. Dus daar gaan we ook nog even aanpassen, dat er in ieder geval weer gelijkwaardig is. En dan zeg ik, van, ik hoef geen 825.000 euro. Dat vind ik een beetje te veel, ik weet niet waar ik van uit moet geven. Dus dan vind ik, koning Willem-Alexander, ook. Gewoon 500 euro per maand, net als iedereen. Kunnen we het makkelijk mee doen? Nou, dan zie je wat dat voor een bezuiniging zou geven. En dan hebben we er maar over drie mensen, hè, jongens. Drie mensen. Dat is het verschil. Er worden uitkeringen gegeven aan mensen die het totaal niet nodig hebben. En dan gaan mensen naar een voedselbank die niet genoeg te eten hebben. Het is gewoon niet netjes verdeeld. Nou, en als je dan als koning de eed hebt gezworen, ik ga goed voor al de mensen in mijn koninkrijk zorgen, nou, dan heeft hij nog een lesje te leren. Ja, Bea, maar hij had toch ook agenda 21 en zo, dus de OBI past niet met agenda 21 in Nederland, hè? Dus dat gaat hem niet worden. Ik weet niet of iedereen op de hoogte is van agenda 21, daar gaan we nu niet over uitweiden, maar als het goed is, is dat een complottheorie, dus dat bestaat daar helemaal niet, de agenda 21. Maar ik zou het toch even googlen als ik jou was, want dat klopt inderdaad niet met het OBI. Maar ik heb wel zoiets van, het zijn maar een paar mensen die Agenda 21 willen. En het gros van het volk wil dat helemaal niet. En wil gewoon een samenleving waar we het gewoon goed met elkaar hebben. Want uiteindelijk is iedereen soeverein. Dankjewel. Zijn er nog vragen? Of gaan we door met de OBP? Want er zit iemand te springen op zijn stoel. Nee, is er een vraag hierover? Je mag natuurlijk ook altijd aan de spreker op een... Oh, er is behoefte aan een rondpauze. Ik wil dat niet van brak bij jou. Brak, applaus voor mijn vader. We zijn in ieder geval niet met de bed maar gegooid en ik kan zeggen dat je in ieder geval voldoende van gebakken. Dus we gaan in ieder geval nu even een rookpauze inlassen. Dus over 5 uur zie ik jullie weer terug. Over 5 tot 7 minuten pakken even plassen, roken en andere gedoe pauze. Na de pauze gaan we beginnen met...